Er leek maar geen einde te komen aan de reeks incidenten waarbij motorclubs betrokken zouden zijn. Woonzicht bleek dat ook de explosie bij een woning in Susteren eerder dat dag te maken zou hebben met de motorclubs. In de woning in Susteren zou een lid wonen van de motorclub Bandido's. Daarbij sneuvelde enkele route en raakte gevels beschadigd. Ook een auto is beschadigd geraakt door de klap. De volgende ochtend was het een kommen en gaan van hulpdiensten in de straat. De politie had de hele straat afgezet en een uitgebreid spoor- en buurtonderzoek gehaaien. Ook is de explosieve opruimingsdienst in Susteren geweest. Nou, wij gaan vanmiddag, op het eind van de middag, met politie en justitie overleggen over de situatie, wat er gebeurd is, wat er mogelijk is, wat we kunnen en mogen. En alles is voor ons erop gericht om de mensen in de buurt het veiligheidsgevoel weer terug te geven. Want ze zijn heel erg geschrokken. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat in een klein stadje als Susteren dit soort dingen gebeuren. Dat hebben we in Nieuwstad gezien, nu zien we het in Susteren. We zullen alles op alles stellen om te zorgen dat die straat weer veilig wordt. De minister van Veiligheid en Justitie gaat nu in een overleg met politie, justitie en de burgemeesters om te zien welke middelen nodig zijn om verdere escalatie te voorkomen. Ook in Susteren heeft de burgemeester maatregelen getroffen, net zoals dat eerder al in Nieuwstad gebeurde. Er komt permanente camerabewaking en er is in de omgeving tijdelijk een noodverordening actief.